In de meest recente editie van Beaumonde onthult Frans Duits de verrassende verhalen en misvattingen die de ronde doen in de media over zijn levensstijl. De volkszanger klaagt over de overdreven verhalen die vaak worden verspreid, met name over zijn drank. Frans is specifiek verontwaardigd over een artikel dat beweerde dat hij dagelijks liters Bacardi zou consumeren. Dat is natuurlijk complete nonsens, verklaart Frans met een lach. Ik geniet zeker wel van een drankje, maar de hoeveelheden die genoemd worden zijn absurd. Vroeger, dat geef ik toe, dronk ik wel eens een paar liter per week, maar zeker geen liter. De zanger geeft ook toe dat hij onlangs nog een gezellige avond had waar de drank rijkelijk vloeide. Afgelopen week was ik op een feestje na een optreden waar de rosé niet aan te slepen was. Natuurlijk heb ik toen genoten van een paar glaasjes, meer dan één, om eerlijk te zijn, grapt hij. Ik was zeker niet ladderzat, Frans benadrukt dat hij zijn drankkeuze zorgvuldig maakt. Veel mensen denken bij een volkshanger direct aan bier, maar dat is niets voor mij. Geef mij maar een goede vodka, dat is meer mijn stijl. Frans sluit af met een reflectie over zijn relatie met alcohol. Ik geniet er echt van, en dat is misschien wel een beetje een valkuil. Maar ik ontzeg mezelf dat plezier niet. Hij benadrukt dat het belangrijk is om te genieten van het leven, maar ook om bewust te zijn van de